through the city streets, we began to feel the fire. Op de bicyclet. To the gister. Een paar oude ruïnes bij elkaar. Bijna. Nou hè, best nog een lange rit, ruim 200 kilometer. En vooral een mooie. Heel erg mooi gereden. Door de bergen. Heel andere landschappen als de kust. Ja, we zitten nu een beetje binnenland. Ja. En wat jij vorige keer al een beetje had verklapt, daar gaan we nu naartoe. Camping Delphi. Ja. Met de prachtige uitzichten. Ja. En met de prachtige uitzichten. Dat klopt ook niet, hè? Met de prachtige uitzichten. We gaan kijken. Kijk nou, geit op de weg. Ja, hey, daar zijn ze weer, hè? Ja hoor, de scheitjes. De scheitjes. Echt joh, echt, kijk hè? Nou, wat een leuk het is allemaal. Zo'n grote horens allemaal. Ja. Dat komt door de baklava. Dat was wel echt heel erg leuk. Nou, zomaar. Maar die steken zomaar op de weg. Maar Camping Delphi. Met het mooie uitzicht. Ja. En niet vergeten bij temperaturen van rond de 30 graden een zwembad. Want dat is wel lekker. Denk het We wel, hebben ja. ongeveer, denk ik, 3 uur gereden? Ja. Ja, zeker. Ja, boodschappen doen. Boodschappen dat, gedaan. Dat heb je ook gezien. Ja. Dus 3 uur rijden. Oh joh, moet eens kijken hier rechts. Ja, de uitzichten zijn ongelooflijk, Norman. Dus kijken of er een plek is met schaduw. Ja. Dat is nu wel nodig. Dat ga ik net zeggen. Maar ja, jongens, schaduw, Starlink is ook geen goede combinatie. Nee, we hebben geen stroom nodig, denk ik. Nee. Dan moet je apart betalen volgens mij, maar dat is niet nodig. 500 meter stond er. Kijk even naar de borden. Linksaf. Sla linksaf na 30 meter. Ja. Zo, hier zo in. Zo dan. Ja, oké. Okay. Ja. Een uitzicht. Nou zeg. Kom je terecht, hè? Moet je ook een stuurfoutje maken? Zo. Na 400 meter. U komt dan aan op uw bestemming. Jeetje. Kijk eens. Wat een mooi lunchplekje geweest. Het is, ja. Ja. Echt wel weer adembenemend. Het is hier beneden, denk ik. Ja, dat is het. Een beetje terrassencamping zo te zien. Ja, dat is hier wel een plek hoor. Neem de volgende rechts. Ja, zo. Dan aan op uw bestemming. Ja hoor. Gerard en Ellen. Het is toch ook zo? Ja. Jongens, ze komen ook net het aan. Lijkt ook meer op het programma. Ja. We zijn er bijna. We achtervolgen elkaar. Ja. Nou, eens even kijken of ze een plekje hebben voor ons. Hallo Turtle. Leuk, dat loopt zomaar rond hier op de camping, zo'n schildpad. Hele berg knoflook. 4 teentjes. Oei. Wel grote. Ja. Dat wordt lekker. Is goed voor de muggen, zeggen we altijd. Ja, maar garnalen, oldtol gamma, uien die ga ik aanfruiten, dan gaat de knoflook erin. Dan zit zeg maar de smaak van de knoflook en uien zit in de olie.
garnalen gaan erbij. Die kook ik gaar. Nee, bakken. Dat zeg ik. Die bak ik dan gaar. En heerlijk. Dan is het smullen, jongens, met een stokbrood erbij. Een stokbroodje erbij. En een wijntje. Ja. En meer is het niet, hè, dan. Heerlijk. Simpel, lekker eten. Heel erg lekker. Eet smakelijk. Lekker. Eet smakelijk. Ga dopen. Dopen? In de knoflook en de ui. Ik ben vroeger gedoopt. Ja, dat is ook waar. Eet smakelijk. Smakelijk. Goedemorgen. We gaan vandaag naar het orakel van Delphi. Slopje koffie nemen. Het is nog hartstikke vroeg. We hebben dadelijk de bus. €3 per persoon. Het is 3,8 kilometer. Het orakel van Delphi is volgens de Griekse oudheid. Gingen de mensen daarheen om raad te vragen. Nooit is bewezen of dat echt uitkwam. Maar ze gingen daar wel allemaal heen. Het was eigenlijk het centrum van de wereld, zeiden ze. Het orakel van Delphi. Dus ja, er is een hoop. Niemand weet of het waarheid was, maar dat gaan we straks zien. We gaan kijken of het leuk is. Oh, wauw zeg. Man, wat een ding zeg. Oh, nou, daar kan je wel mee de woestijn in, hè? Doei. Wow. Ze zwaaien niet eens. Go. Ja. Oh. Met het busje worden we helemaal naar Delphi gebracht. Hoe leuk is dit? Ja. We hadden ook op de fiets gekund. Ja, maar dat doen we niet, want dat is hartstikke stijl. Het is maar 3,8 kilometer, maar het is een pendelbusje. Kost €3 per persoon. Nou, dat kan je niet vertoppen, toch? Ik vind het helemaal leuk dit. Het lijkt wel schoolreis. Oké, oké. 10 voor 2, hè, zei hij. Oké. Thank you. 50% korting als je 65 plus bent. Je bent Nederlander of niet? Echt, hè, Peet? Hier staan we. Dan gaan we zo lopen, dan gaan we zo naar boven. Klapkuiten krijgen, denk ik. Heel stijl hier. Met die plaatjes erbij, dan kan je een beetje voorstellen hoe het dan was, hè? Zie je gewoon je eigen ding doen, hè? Dat, ja, nee. Ik vind het wel heel mooi hier om te lopen en het allemaal te zien. En dit is het orakel van Delphi. Dus als je nog een raad wil, dan kan je dat nu vragen. Of het uitkomt. Dat weet ik niet. Dat hebben ze nooit kunnen bewijzen. Het is een beetje water. Een beetje water drinken. Als ik hem open krijg. Loop je toch best wel een stuk af, hè? Echt, hè? Ja, kijk hier. Het is warm. En het is warm. Maar we klagen niet. Want daar gaan we voor. En door. Beste mensen, wij hebben een originele, maar dan ook echt een originele tukker uit Losser gevonden.
en bereid gevonden om teksten uitleg te geven van het orakel. Ja, hier zie je dus het orakel voor je. En wat heel erg opvalt zijn nog een zestal pilaren in de hoek. Maar heel bijzonder vinden wij die fundamenten die daar liggen onder. Met die stenen. En dat je daarvoor stelt dat daar een vloer overheen gebouwd is, gemaakt is. Van al die rotsblokken. En hoe ze dat ooit voor elkaar gekregen hebben. Onvoorstelbaar. Dat wil je gewoon zien. Heel mooi. Nou, we hebben het top bereikt, jongens. Dit is het stadium. Het stadion. Hier werden atletiekwedstrijden gelopen. Want het einde is het beginpunt. Het beginpunt, dit is het eindpunt. Er zeden 17 tot 18 lopers deden er mee. En de baan is 178,35 meter. Dit is het best bewaarde monument van Delphi. Het is opgebouwd uit wit marmer. Dat zie je niet meer zo. En het is geschonken aan Apollo. Ja hoor, zie, het is toch de navel. Ja, nou. Ja. Amerikanen? Er zijn sommige mensen die zich helemaal inleven. Inleven, ja. In het Griekse oudheid. En hoe mooi is dat? Lekker. Lekker, hè? Onder de airco staat. Staat onder de airco. Het is zo lekker. Sugar? Ja. En me? Dit is met sugar. Oké. Okay. Ja, thank you. Soorten marmer, verschillende soorten kleuren, dat halen ze dus uit verschillende delen van Griekenland. Daarom zit de kleurverschil in. Twee identieke beelden, waarschijnlijk twee helden zijn het. Daarom zijn ze zo afgebeeld. Van de aarde, zoals de Grieken dat benoemen. Het is wel even nodig, hè? Een beetje water weer. Ik ben helemaal verhit. Ja. Oh, wat was het leuk. En wat ben ik blij dat ik geweest ben. Echt super mooi, Delphi. Ja. Ja. Orakel van Delphi. Ik vind het prachtig. Ik ben blij dat ik weer terug kan, lekker met de beentjes omhoog. Maar leuk geweest. Ja, duik in de zwembad. Zeker, zeker. Ja. En ik ga vanmiddag niet meer wandelen. Dat is dan weer jammer. Ja. Restaurant van de camping. En met luchtpleger het zwembad. Is het allemaal al gereserveerd of niet? Dit is gereserveerd. Op een gegeven moment. Maar je wil niet in het zonnetje zitten. Met dit uitzicht. Oh jongens, jongens, jongens. Wie wil hier geen toetje eten? Kijk, het fantastische zwembad zit hier. Maar het is zo fantastisch omdat het een uitzicht heeft. Niet normaal. Echt, kijk nou. Moet je kijken. Dit is werkelijk uniek. Wat je hier ziet. Dit is echt adembenemend gewoon. Wat is dit prachtig hier. Echt toppertje. Ik ga even bij de buren voorlangs. Maar we hebben heerlijke ruime plekken hier. Niks mis mee. Sorry buuf, ik loop even over je grond. Ja, fijn. Fijn plekje. Helemaal leuk. Thank you.
dat was Delphi. Dat was Delphi. Mooie camping? Ja, hele mooie camping. Ontzettend mooi uitzicht. En gisteren een dagje Delphi gedaan. Dat hebben ze gezien, hè? Ja, echt super. Dat was wel indrukwekkend. Ja. En dan ben je er, dan sta je er. En ik moet zeggen, ja, dan gaat wel iets door je heen. Ja, dus de uitzichten zijn ongelooflijk mooi, inderdaad. Ja, ja. Absoluut. Dus nu op zoek naar een nieuw plekje. Ja. We weten al waar we naartoe gaan. Ja, maar niet zeggen, hè? Nee, hè? Geen oepsmomentje. Geen oepsmomentje. Nee. Dus jongens, bedankt dat jullie er weer bij waren. Leuk. Wij vonden het in ieder geval gezellig. Nee, absoluut. Dankjewel voor alle reacties. Echt. Ik zeg toedeloe. Toedeloe. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Ik weet niet eens waar we staan eigenlijk. Waar staan we? Hier zijn we binnen. Oh ja, 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 ja. Hier staan we. Oh ja, ja, ja. Gaan we zo lopen? Nee, zo? Nee. We gaan eerst naar boven. Oh, we gaan eerst naar boven. Weer een stel oude ruïnes bij elkaar. Beste mensen, als jullie hier niets van hebben kunnen verstaan, dan moet je op de ondertiteling klikken en dan komt dat allemaal goed. En dan weer. Ik moet zelf ook even nog lezen. Maar dit is het stadion. Hier werden atletiekwedstrijden gehouden. Aan het einde was het beginpunt. Hier is het eindpunt. En dat heeft Gerard me net verteld.